Yo, dit is Rico. Dit is Stix. Je kijkt naar back en forth. Weet je nog dat we een tijdje dachten over de andere namen van Opsoort? Ja, maar weet je nog een naam? Rauwkost. Ja, shit. Ik weet wel die studentenkamer nog. Dat ja, goed toevallig voelt. Heb ik een patatje gegeten vorige week bij Snackpoint Kolk. Ja. En daartegenover hebben we 3 albums gemaakt. Ja. Een heel klein hokkie. Stinken, altijd rioleringproblemen. Ja. De keer dat die burgemeester kwam om een liedje mee te doen. Fuck ja. Maar hij komt binnen en echt in die stinkhoor, jongen. Dat ja, kon niet gelijk zien wat er allemaal mis is in Assendorp. In Assendorp, ja. Ik krijg heel veel mee ook van de studenten op school, op de Herman Brood Academie. En die zeiden van, ja, Drake, ik zit helemaal in Drake. Ik zei, ja, ik weet niet, man. Dat is een zeikert, weet je wel. En toen ging ik het luisteren en toen zat ik er ook helemaal in. Toen na 3 dagen merkte ik al, ja, ik ben alweer overheen gegroeid. Zo snel kan het gaan. Maar dat is natuurlijk omdat het gewoon een Big Mac is, weet je wel. Af en toe vind je dat lekker. Maar ook zo hapselijk weg. En daarna heb je ook niet zoiets van, ik heb echt goede voeding gehad. En Kendrick is geen hapselijk weg, maar is een kipgerecht. Is gewoon langzaam goed bereid. Maar het moet er wel allebei zijn. D'Angelo. D'Angelo, ja. Die heeft gewoon 13 jaar lang ergens geweest. Nou ja, hij heeft een hele heftige heroïneverslaving gehad. Ja, precies. Die heeft iets van afgekikt en denkt, dan ga ik ook gitaar spelen ook. Hij heeft gitaar leren spelen en nu komt hij terug. Mooi, is hij totaal onverstaanbaar, maar wel stuk meer karakter, weet je wel. Schitterende kerel. Kan jij beter schrijven als je gebloot hebt? Nu nee. Ja. Nee, absoluut niet. Het was helemaal afgedwaald en dan gebeurt er niks. Nee. Misschien toen de tijd had ik wel het gevoel dat ik dat kon. En dan smoken, dan schrijven. En dan kom je in een soort van andere mindset. Eigen wereld. In een eigen wereld kom je. Ja, juist zoiets. Ja. Het is wel echt een ander slagvolk, hè, beatmakers. Ja, dat wel. Echt andere wel mensen, echt jongen. Vaak, echt andere mensen. Gewoon. Anders. Maar jij maakt ook beats. Ik maak beats. Op mijn iPhone, met een iPhone beat. Kan je één beat even laten horen? Ik kan zeker een beat laten horen. Deze heb ik Rat in de Keuken genoemd. Vond ik wel mooi. Oké. Okay. Er zit een rat in de keuken. Wat ga je daaraan doen? Er zit een rat in de keuken. Wat ga je daaraan doen? Er zit een rat in de keuken. Ik zat er helemaal in. Ja. Maar jij maakt ook beat. Nee, maar heb ik niet bij. Wil je hele leven in Zwolle wonen? Ja. Ik ga niet weg. Ik zou wel heel graag, als het alles zou kunnen, dat ik een huisje op Aruba of zo een keer. Een klein, heel klein huisje. Maar en jij dan? Heb jij plannen? De komende 5 à 10 jaar zou ik heel graag compleet andere dingen willen doen dan ik nu doe. Kijk, de muziek is natuurlijk schitterend. Maar ja, het is gewoon zo weinig op de schaal van alles. Mm-hmm. Het is gewoon een van de kleinere landen op de aardbol, waar je echt tering veel landen hebt. En dan zijn wij een van de kleinere. En dan maken we muziek die Nederlandstalig is, dus dat is dan nog kleiner. Ja. En dan maak je nog hip-hop, dat is nog een subcultuur daarin. En dan maak je nog een beetje zeg maar underground hip-hop in de mainstream of zo. Om het maar even lekkere kaders aan te geven. Dus je gaat Engelstalig? Ja, ik ga Engelstalig zingen. Zingen, ja. Als die noisy opgerot is, dan kunnen we. Ja, kunnen we eigenlijk een trek gemaakt. Eigenlijk zouden we gaan oefenen vanmiddag. Maar jullie komen er even tussendoor. Maar dat maakt niet uit, want Noisy is goed volk. Ja, natuurlijk. Wel een beetje... Peace. Ja, peace.